Aan de buitenkant lijkt het een normale hoogdrukspuit, maar dit apparaat is een supersterke hoogdrukspuit. Muren, of ze nu van beton of metaal zijn, ze worden met dit systeem moeiteloos doorboord. Hier spuiten wij met een druk van ongeveer 300 bar spuiten wij water zeg maar, in een brandend gebouw. En dat kunnen wij van buitenaf doen, doordat dit kanon zeg maar, door de muren heen kan spuiten. Wij voegen daar een soort straalgit aan toe. Het is een product van de staalfabriek uit Zweden. En dat wordt dus met water meegegeven. En doordat die enorme hoge snelheid heeft als het uit de spuit langskomt, maakt het een gaatje in vrijwel iedere ondergrond. Op dat moment vernevel je in die ruimte waar brand is 50 liter per minuut aan water. En dat geeft een enorm koelend effect op de hete gassen die daar bovenaan. En daardoor is dat hele grote explosiegevaar uit die ruimte genomen. Dat blijkt uit deze demonstratie van een brand in een container die in een andere container is geplaatst. Met deze nieuwe blusmethode blijft de container dicht en kan toch de temperatuur binnen flink omlaag worden gebracht voordat de brandweer naar binnen gaat. Het nieuwe blussysteem wordt al in veel verschillende landen ingezet. Rotterdam is het enige brandweerkorps in ons land dat het systeem nu gebruikt. Ik vind het een buitengewoon goede vernieuwing in onze repressieve brandbestrijding. Het is ingezet bij een brand in ook een heel leidingstelsel. En bij die gelegenheid klein gaatje, apparaat. En daarna was de brand over. Anders hadden wij überhaupt het hele leidingstelsel moeten afbreken.